Kan één individu het verschil maken? Als ik om me heen kijk in de wereld, word ik soms moedeloos. Klerenzooi. Honger, milieuproblemen, armoede, oorlog. Ja, de wereld is nog te redden. In plaats van bij de pakken neer te gaan zitten, dan begint het gelijk ook maar weer te borrelen in mijn hoofd. Dan ga ik liever in mijn eigen omgeving op zoek naar dingen waar ik wel blij van word. En dan denk ik, ja, het kan dus wel. Naartoe. Naar de Monte Paros. Mooie, mooie biologische, verantwoorde ecologische boerderij. Ze doen dat met hart en ziel en ze waken er ook voor dat ze dat gewoon op een hele duurzame manier doen. En dat vind ik, ja, dat vind ik echt prachtig. Vind ik echt prachtig. Dus niet in Utrecht? Nee, in Westbroek. Naar rook van Utrecht. De rook van Utrecht. Ja, ja, binnen de rook van Utrecht. Voor een boerderij is het het dichtstbijzijnde van Utrecht. Zoiets is niet mogelijk binnen Utrecht. Laten we hopen dat er niet te veel rook is, hè? Er is niet te veel rook die kant op. Waarom heet jullie bedrijf De Bonte Parels? We hebben een multiculti veestapel. Bruine koeien, koeien met hele witte koppen. Maar ook zwartbonte koeien lopen er nog. Bijna koffiezwarte koeien. En dat is, het is heel gemêleerd. Het is wat dat betreft echt bonte parels. Wij gaan vandaag een stukje gras maaien. We moeten ook voer oogsten voor de winter, voor de koeien. En vanmiddag komt er een balenpest en die maakt de balen van. En dan conserveert het in de baal en dan kunnen we van de winter het voer aan de koeien geven. Omdat van de winter het land te nat is om de koeien naar buiten te sturen. En 's winters groeit er geen gras buiten. Wij gebruiken hier geen bestrijdingsmiddelen. En geen kunstmest, dus het is gewoon langzaam gegroeid het gras. Wij moeten het doen met de meststoffen die wij hebben hier op het bedrijf. Dus ook doen met het gras wat wij oogsten van het bedrijf. Op de trekker zit Jonathan, onze jongste zoon. Die gaat bijna altijd mee als ik trekker rijd. Hij heeft een heel mooi zitje en kan naar de muziek luisteren. Dus dat is schitterend. Boer in de dop. Ja. Wij kiezen heel bewust voor die term rentmeesterschap, omdat wij echt zelf, deels vanuit ons geloof, maar ook gewoon vanuit ons hart, belangrijk vinden. Ook gewoon leuk vinden om niet alleen maar bezig te zijn met melken van de koeien, maar daarbij ook die koeien langere tijd bij ons te hebben op het bedrijf. Om ook weidevogels, dat is natuurlijk een heel andere tak van sport, om die een plekje te geven op het land. Het land is niet alleen maar bedoeld om daar voer voor de koeien van te oogsten, maar ook die weidevogel wil daar graag zijn plekje hebben. We wachten bewust met maaien totdat de kuikens zelfredzaam zijn. Van de ene kant van de sloot springen ze dan naar de andere kant van de sloot. En dat is voor ons het teken dat we zelf aan de slag kunnen op het land. We hebben hier natuurvriendelijke oevers. We bemesten de slootkant niet. Aha. Dus de meter tot de sloot krijgt geen mest. Aha. En daardoor beginnen hier allerlei verschillende soorten planten te groeien. Dat is goed voor de biodiversiteit en dat is ook goed voor de koeien. Extra kruiden voor de andere smaken aan de melk. Eet smakelijk. Dit is echte biologische melk, onbewerkt. Vers gemolken vanmorgen. Ja, vers gemolken vanochtend. Dus lekkerder kan je het niet hebben. Vanmiddag komen nog warmepersen. En is dan varken. Weet je hoe laat ze komen? Als het goed is, komen ze tussen half 3 en 3 uur. Nou, je ziet, ze staan al te wachten. Ze weten precies wat er komen gaat. Nou, dames. Ons doel is dat ze uiteindelijk 10 jaar lang melk geven.
Ze zijn ongeveer 2 jaar oud als ze voor het eerst een kalf krijgen. Dus dan begint zeg maar de melkgevende tijd te tellen. Iedere koe heeft een eigen naam. En zoals Bente is een meisje uit de klas van onze oudste zoon. Het enige nadeel is dat je je dan wel steeds meer gaat hechten. Want ze zijn alleen maar langer bij je op het bedrijf. Dus ja. Wat wil jij laten worden? Boer. En waarom wil je boer worden? Omdat ik heel erg graag mijn papa en mama help. Daarom wil ik zo graag een boer worden. Aha. En heb je ook al een eigen koe? Ja, die heet Koertessa. Koertessa? Ja. En staat die in de wei? Volgens mij wel. Waar is die dan? Koertessa! Ja, dit is biologische melk. Hij smaakt veel lekkerder, zeggen wij. Wat is er dan lekkerder aan? Wat er lekkerder aan is, het voer wat deze koeien krijgen is ook biologisch. De koeien krijgen als het ware meer slow food. En als we de koeien gewoon wat rustiger voeren, dan gaan ze gewoon langer mee. Dus dan hoeven ze niet zo op hun tenen te lopen. Dit gras vanmorgen gemaaid, vanmiddag in de baal. We hebben de koeien van de winter lekker voer om te eten. En daar zijn we super, super dankbaar voor dat het toch nog goed gekomen is na de droogte. Zou je anders willen dan op deze manier boeren? Nee, zeker niet. Als wij op een andere manier zouden moeten boeren, dan stoppen we ermee. Het is gewoon super mooi om in de natuur te werken en met de natuur te werken. En dan zo de kringloop te sluiten en zo voor dit stukje schepping te zorgen wat ons gegeven is.